Je kent het wel. Je bent lekker aan het scrollen en opeens gaat je bloed koken. Er zijn wel wat dingen die je wilt doen. Maar wat gaat je nou echt helpen? In artikel 1 van de grondwet staat beschreven dat discriminatie verboden is. Dit betekent dat het strafbaar is. Als je online discriminatie tegenkomt, kun je dus aangifte doen bij de politie. Of je kan een melding doen bij het meldpunt van internetdiscriminatie. Zij beoordelen dan de melding op strafbaarheid en zorgen ervoor dat het offline gehaald wordt. Zie je een kameradvertentie waarin staat dat buitenlanders niet welkom zijn? Meld het. Zie je een queerfobische comment? Meld het. Ik hoor je denken, een melding of aangifte doen klinkt heftig. En hoe weet ik zeker dat het om online discriminatie gaat en niet om cyberpesten? Een pester wil een slachtoffer opzettelijk pijn doen, door bijvoorbeeld degene steeds uit te schelden op socials of te treiteren in een groepschat. Vaak kennen ze elkaar ook offline. Pesten is in tegenstelling tot discriminatie alleen in extreme gevallen strafbaar, zoals bij stalking of bedreiging. Het pesten wordt ook discriminatie wanneer het gebeurt op basis van iemands huidskleur, gender, levensbeschouwing, religie, seksuele oriëntatie, herkomst of leeftijd. Melden helpt, maar je kan natuurlijk ook zelf het gesprek aangaan. Vraag bijvoorbeeld of iemand weet dat dit discriminatie is. Laat weten dat je het niet vindt kunnen. Bij mensen die zich minder bewust zijn van hun discriminerende gedrag, kan dit soms al leiden tot excuses en verwijdering van de post. Geef wel het goede voorbeeld en blijf respectvol. En als je daarvoor eerst een paar goede ademhalingsoefeningen moet doen, doe het. Hoe meer mensen zich uitspreken, hoe sneller de poster het gevoel krijgt dat discriminatie niet geaccepteerd wordt. Vraag dus eventueel om versterking van andere mensen. Helaas kunnen we discriminatie niet van de een op de andere dag de wereld uithelpen. Vier je kleine successen. Bijvoorbeeld als iemand door jouw post een beter beeld heeft gekregen van een ander standpunt. Sta stil bij wat je wel bereikt. Alle kleine successen bij elkaar zorgen uiteindelijk voor een grote verandering.